Is dit een vertrouwde plek voor u? Ja, zeker. En zeker bij Maria. Dat geeft altijd veel vertrouwen. En ja, ik ben zelf een Lourdesganger. En ik ben helemaal weg van Lourdes. Ik zeg altijd, Lourdes is mijn tweede huis. Vroeger als kind zijnde van 8 jaar deed ik mijn eerste communie. En toen zijn mijn ouders naar Lourdes gegaan en ik mocht mee. Mm-hmm. Dat was het cadeautje, zeg maar. En dat heeft heel veel impact gehad. Dus Lourdes vind ik fantastisch. En als ik weer in Lourdes ben, ik ga bijna ieder jaar. Dan loop ik ook op die heiligdommen en dan loop ik ook langs de grot heen en dan knik ik naar Maria, zo van, ik ben er weer. Ja. Van, hallo. We zijn er weer. We zijn er weer, ja. Alleen als ik dan terugkom uit Lourdes, dan heb ik altijd in mijn handtas, zeg maar, souveniertjes. Water ook? Altijd water van die kleine flesjes met zo'n roosje erop natuurlijk. En gebruik je dat zelf ook, dat water? Altijd, ja. Ik heb een wijwaterbakje in onze slaapkamer hangen. En elke week als ik de slaapkamer schoonmaak, dan doe ik daar een beetje Lourdeswater in. En dan maak ik een kruisteken. En dat is eigenlijk maar 1 keer in de week. Dan zullen er mensen zijn die zeggen, maar dat is bijgeloof. Ja, dat kan zijn. En dan denk ik, je doet er maar mee wat je ermee wilt doen. Het is zo gek, hè? Want het is een heel bijzonder moment, het is heel heilig. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat het iets heel gewoons en alledaags is. Ja, dat kan. Maar ik vind wel, als je dan ergens bent, op dat moment is het, puur. Ik vind het puur. Bij Maria zei, vind ik puur. Maar Maria is ook heel concreet. Of heeft hij ook dat mysterieuze? Wat ik heel erg mooi vind, zijn Maria-beelden waar het gezicht niet geschilderd is. Dus dat het een soort mysterie nog is, wat je zelf in kunt vullen, hoe jij dus Maria ziet. Hou je van Maria? Ja, heel veel. Ja. Je begint meteen helemaal te stralen. Ja, daar kun je alles aan vragen. Je hele verhaal kun je daaraan kwijt. Je kunt vragen, maar je kunt ook danken. Hmm. En ik heb vorig jaar heb ik gevraagd om dat ik mijn studie mocht afsluiten. En dat heb ik gedaan. Mm-hmm. Dus mijn studie is afgesloten met een fantastisch resultaat. Ja. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. Ja. Zijn er ook wel eens dingen niet uitgekomen? Ja, mijn dochter vertelde ons vorig jaar dat ze zwanger was. En wij gingen die dag daarna op vakantie. En in de vakantie kregen we een telefoontje dat het misschien niet goed zou gaan met de baby. Wij waren in Griekenland, maar we hebben daar toch kerken opgezocht en altijd daar kaarsjes aangestoken. Helaas, we zijn nog geen opa en oma, maar we hopen wel dat het wel in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Maar als je zoiets vraagt aan Maria in Griekenland, dan is je dochter, dat is spannend, hoe het met het kindje gaat, dan vraag je Maria, help dat het goed gaat. Tenminste, stel ik me dat dan voor. Ja. En dan gaat het toch niet goed. Nee. Wat dan? Ben je dan teleurgesteld? Nee, verdrietig. Ha. Ja, ik ben even emotioneel. Ja. Dat verdriet kan je ook bij Maria kwijt, hoor? Ja. Want zij snapt dat dan als moeder. Ja. Luister door.